Van harte welkom bij dit college over indirect taalgebruik als vorm van beleefdheid. Dit is een college in de serie Taal en Individu. Bij dit college hoort een handout en die vind je op mijn website www.henkwolf.nl/cursusmateriaal of via de link onder deze YouTube video. Er zijn twee zinvolle manieren om dit college te volgen en bij allebei heb je de handout nodig. De eerste manier is dat je eerst zelf de handout bekijkt en probeert de vragen die daarop staan te beantwoorden en dat je vervolgens naar deze video kijkt. De andere manier is dat je de handout vluchtig doorneemt en vervolgens naar deze video kijkt en daarna de handout nog eens grondig doorleest om te kijken of je alle vragen die daarin staan zelf ook zinvol kunt beantwoorden. Mocht je de handout nog niet hebben, pak hem er dan nu eerst bij of draai hem eventueel uit. Zet de video eventueel even stil en start hem daarna weer op en dan gaan we dan verder. Mooi, nou dan gaan we beginnen. Dit college gaat over pragmatiek. En zoals je waarschijnlijk weet is pragmatiek dat stukje van de taalkunde dat gaat over de manier waarop wij in het dagelijks leven gebruik maken van taal. Daar zijn allerlei ongeschreven regels voor, descriptieve regels, die we op de een of andere manier allemaal hebben opgepikt en voortdurend toepassen, maar waar we ons niet altijd van bewust zijn. Nou, vandaag proberen we een aantal van die regels voor ons taalgedrag, van die taalgedragsregels, boven water te krijgen. En we gaan heel specifiek kijken naar een onderdeeltje, namelijk beleefdheid. En daarbinnen gaan we kijken naar indirect taalgebruik als manier om beleefd te zijn. Om dat te kunnen doen, moeten we eerst die term beleefdheid definiëren. En dat kan op een heleboel manieren. En een van de manieren die in de pragmatiek vaak wordt gebruikt, is om beleefdheid te definiëren als het voorkomen van gezichtsverlies. Nou, wat bedoelen we daarmee? Dat kan twee dingen inhouden. Aan de ene kant kun je proberen om te voorkomen dat mensen zich niet gewaardeerd voelen als mens. Wij doen dat voortdurend. Wij vertellen aan mensen hoe aardig we ze vinden, hoezeer we ze waarderen om hun vakkennis, om hun anciëniteit, vanwege hun leeftijd, vanwege hun status, vanwege de manier waarop ze eruit zien, vanwege de manier waarop ze spreken, etc. Als je dat doet, dan voorkom je dat mensen hun gezicht verliezen. En dat gezicht, die vorm van gezicht die je zou kunnen verliezen als je die beleefdheid niet toepast, wordt in het Engels positive face genoemd. En je voorkomt dus met deze vorm dat mensen die positive face verliezen, dat ze lijden aan positief gezichtsverlies. Een beetje een rare term. Probeer er niet te veel logica achter te vinden. Onthoud hem gewoon. Maar dat ze dus leiden aan positief gezichtsverlies. Nou, een andere manier waarop je gezichtsverlies kunt leiden is doordat je het idee krijgt dat je onder druk wordt gezet, wordt gecommandeerd. Dat de ander probeert de baas over je te spelen. Probeert je je vrijheid te ontnemen. Het gezicht dat je daardoor verliest wordt in de Engelse vakliteratuur negative face genoemd. Negatief gezicht. En op het moment dat jij iets zegt waardoor anderen krijgen, dat ze het idee krijgen dat zij onder druk worden gezet, leiden ze dus negatief gezichtsverlies. En beleefdheidsstrategieën die ervoor bedoeld zijn om dat negatieve gezichtsverlies te voorkomen, zou je negatieve beleefdheid kunnen noemen. Dat negatief, dat is hier geen kwalificatie, is gewoon een beetje een vreemde vakterm. Probeer daar even doorheen te kijken. Ik weet dat dat vaak lastig is als je die termen voor het eerst tegenkomt. Nou, om eens even te gaan oefenen met die twee termen, positief en negatief gezichtsverlies, moet je eens even kijken op de handout bij vraag 1. Daar hebben we de casus van een persoon en die wil graag van zijn buurman een schroevendraaier lenen. En die persoon die uit zijn verzoek
op de volgende manier bij A. Je bent altijd zo vriendelijk. Ik ben echt blij met jou als buurman. Je zou me nog blijer kunnen maken als ik je schroevendraaier even mag lenen. Oh, wat fijn, Martin. Je bent een topvent. Hartstikke bedankt. Kom gauw een borreltje bij ons halen, oké? Nou, het is duidelijk, hè? Deze spreker wil heel erg graag die schroevendraaier hebben. Hij had ook kunnen zeggen, geef me je schroevendraaier even, of terwijl, Martin, mag ik even je schroevendraaier lenen? Maar hij kiest ervoor om dat verzoek te vervangen door een heel uitgebreid verhaal vol met kwalificaties over die buurman. Nou, wat voor vorm van beleefdheid past je nou toe? Positieve of negatieve? Nou, om die vraag te kunnen beantwoorden, moet je nagaan wat de spreker nou probeert te voorkomen met dit hele uitgebreide verhaal. En je ziet wel, het zit volgepakt met complimenten voor die Martin, voor die buurman. Blijkbaar is er de spreker heel erg veel aan gelegen om de Martin te laten merken dat hij hem als persoon heel erg waardeert. Hij heeft waarschijnlijk het idee dat hij met een veel korter verzoek of met een opdracht die persoon het idee zou geven dat hij misschien niet gewaardeerd wordt. In principe kun je met zo'n direct verzoek iemand ook het idee geven dat hij onder druk wordt gezet. Dan zou hij negatief gezichtsverlies leiden. En als je probeert om dat te voorkomen, dan pas je een andere beleefdheidsstrategie toe. Dan zou je je verhaaltje helemaal volzetten met manieren om die ander ervan overtuigen dat het echt niet hoeft. Nou, en dat doet hij hier eigenlijk niet of nauwelijks. Hij past vooral heel veel complimenten toe. Dus het is een geval van positieve beleefdheid. Dat is heel anders bij B op de handout. Daar staat: hey Martin, heb jij je schroevendraaier vandaag nodig? Als je hem niet nodig hebt, zou ik hem dan misschien heel eventjes van je mogen lenen. Ik hoop dat het niet te veel moeite is om hem te pakken. Ik wil hem zelf ook wel even uit het schuurtje pakken hoor. Ook dit is beleefdheid, maar op een hele andere manier. En hier probeert de spreker juist negatief gezichtsverlies te voorkomen. Dit is een voorbeeld van negatieve beleefdheid. Kijk nog maar eens even mee wat er precies staat. Heb jij je schroevendraaier vandaag nodig? Die Martin die zou op dat moment kunnen zeggen, ja, sorry, ik heb hem inderdaad nodig. Dan voelt hij zich niet onder druk gezet om dat ding uit te lenen. Je verschaft hem in wezen van tevoren al een soort uitweg, hè, als hij die schroevendraaier niet wil uitlenen. En die uitweg wordt eigenlijk in elke zin opnieuw geboden. Als je hem niet nodig hebt, hè, opnieuw, hè, dat uitweggetje, zou ik hem dan misschien heel eventjes, hè, dus hij geeft ook aan dat het geen grote belasting voor die Martin is, dat het echt maar iets heel kleins is wat hij zou moeten doen, zou ik hem dan heel eventjes van je mogen lenen. Ik hoop dat het niet te veel moeite is. Opnieuw, het wordt klein gemaakt en als het wel te veel moeite zou zijn, dan zou die Martin eronder uit kunnen komen. Ik wil hem zelf ook wel even uit het schuurtje pakken hoor. Opnieuw, hè, de druk op die Martin wordt weer verkleind. Dus een hele andere beleefdheidsstrategie. Positief versus negatief. Nou, met deze beleefdheidsstrategieën proberen we dat gezichtsverlies te voorkomen. Nu gaan we eens even kijken naar een aantal veel directere uitspraken waarin dat gezichtsverlies eventueel reëel is. Kijk maar mee naar 2 op de handout. Daar staat bij A als eerste: u moet daar gaan zitten, mevrouw. Nou, welk gezichtsverlies ligt hier voor de hand bij die mevrouw die hier wordt aangesproken? Is dat positief of is dat negatief? Als het positief zou zijn, dan zou die aangesprokene het idee krijgen dat ze niet werd gewaardeerd als mens. En dat valt hier eigenlijk wel mee. Er zit zelfs een beleefdheidsfrase in, hè? Mevrouw, als een manier om toch beleefdheid, waardering uit te drukken voor iemand die ouder is of meer status heeft. En er zit ook het beleefdheidspronomen u in. Dus dat positieve gezichtsverlies, dat valt hier waarschijnlijk wel mee. Maar deze mevrouw krijgt hier wel het idee dat ze wordt gecommandeerd. Onder andere natuurlijk door het woordje moeten. U moet daar gaan zitten, mevrouw. Dus hier ligt negatief gezichtsverlies voor de hand. En je zult dan ook zien dat dit soort uitspraken in de praktijk niet zo vaak voorkomen. Dat mensen ervoor kiezen om hier een strategie van negatieve beleefdheid toe te passen. Door bijvoorbeeld te zeggen, u mag hier gaan zitten, mevrouw.
Iets wat je bijvoorbeeld in de zorg of in wachtkamers of in openbare gebouwen heel veel tegenkomt. Op het moment dat personeel tegen klanten of gasten zegt dat ze eigenlijk in wezen iets moeten doen. Maar dat moeten, dat wordt natuurlijk heel erg verkapseld. Dan bij B. Stel dat het een ouder is die tegen een kind zegt, nee Nienke, je mag echt niet naar dat feestje. Het kan zijn dat die dochter, die Nienke, dat die hier positief gezichtsverlies leidt, maar waarschijnlijk is het gezichtsverlies dat ze hier kan leiden ook negatief. Die ouder die zegt dat ze iets niet mag, die ouder die speelt de baas over haar. In ouder-kindrelaties kan dit natuurlijk vrij makkelijk. Overal waar geaccepteerde hiërarchische verhoudingen bestaan, kan, zeker als mensen elkaar goed kennen, die negatieve beleefdheidsstrategie grotendeels wegvallen. Daar accepteren we hem vaker. Maar daar moet wel dan wel weer positieve beleefdheid tegenover staan. Dus die aangesprokene die moet wel het idee krijgen dat die wordt gewaardeerd. En dan C. Wat ben je ook een sukkel? Nou, voelt deze persoon zich niet gewaardeerd of krijgt hij het idee dat hij onder druk wordt gezet? Positief of negatief gezichtsverlies? Ik denk dat dit een open deur is. Als je iemand een sukkel noemt, dan laat je het ook heel duidelijk merken dat je hem als persoon geringschat. Dan leidt hij positief gezichtsverlies. En op het moment dat je iemand inderdaad een sukkel vindt, en je probeert dat zo uit te drukken dat hij dat positieve gezichtsverlies niet leidt, dan ga je dingen zeggen als, nou, daar zou je misschien nog eens even over na moeten denken. Of, is dat nu wel zo handig? Dan pas je positieve beleefdheidsstrategieën toe om in wezen toch duidelijk te maken dat je vindt dat iemand iets onnozels heeft gedaan. Nou, nu mag je zelf bij vraag 3. Bedenk nou zelf eens een aantal woorden of vaste formuleringen die horen bij A, positieve en B, negatieve beleefdheid. Zet video maar even stil, denk even na en dan zet hem weer aan als je eraan hebt gevonden. Goed. Bij 3a moest je nadenken over een aantal woorden of formuleringen die we vaak gebruiken om positieve beleefdheid uit te drukken. Nou, daar kun je een heleboel onder scharen. Bijvoorbeeld begroetingen. Je laat merken dat je iemand als persoon voldoende waardeert om hem te begroeten. Bijvoorbeeld het gebruik van u of frasen als meneer en mevrouw. Expliciete waarderingen voor wat iemand doet. Goh, wat fijn dat je dat even hebt gedaan. Complimenten voor de persoon. Dat is aardig van je. Conditionele complimenten. Ik zou het echt heel fijn vinden als. Inleidende small talk, waardoor je laat merken dat je iemand niet alleen iets voor je wilt laten doen, maar hem ook voldoende waardeert om een gesprekje met die persoon aan te knopen. Nou, dat zijn allemaal manieren om positieve beleefdheid uit te drukken. En ongetwijfeld heb je er nog veel meer kunnen bedenken. En allemaal drukken ze uit dat je die persoon waardeert. Op wat voor manier dan ook. Als mens, als collega, als baas, als ondergeschikte, als goede nabuur, noem maar op. Nou, dan B, de negatieve beleefdheid. Als je een negatieve beleefdheidsstrategie hanteert, dan laat je merken dat je iemand niet onder druk wilt zetten dat je die persoon zijn vrijheid laat. Dat kun je doen met van die frasen als, zou je misschien even, of als het niet te veel moeite is. Je kunt verzoek ook heel indirect formuleren. En je kunt bijvoorbeeld zeggen, als je wilt dat iemand je auto was van, goh, mijn auto is wel heel erg vies vandaag. Of als je vindt dat iemand naar de kapper moet gaan, dat je zegt, nou, eigenlijk hou ik meer van wat korter haar. Je kunt zelfs jezelf de schuld geven als negatieve beleefdheidsstrategie. Sorry, ik kan niet zo goed tegen lawaai. Als je eigenlijk bedoelt van, hou je kop, hè? Wees een beetje stil. Dat zijn allemaal vormen om met negatieve beleefdheid iemand zover te krijgen dat hij iets voor je doet. En ze zijn er allemaal voor bedoeld om mensen het idee te geven dat ze niet onder druk worden gezet. Dat ze hun vrijheid houden om zelf te bepalen wat ze doen. Nou, dan komen wij bij een nieuwe vakterm en dat is de implicatuur.
Een implicatuur is een uitspraak die niet letterlijk wordt gedaan. Die moet je eigenlijk tussen de regels doorlezen. Die moet je zelf destilleren uit wat iemand wel letterlijk zegt. En bij 4 zie je een aantal uitspraken waar implicaturen in zitten. Laten we die eens gaan bekijken. Bij A staat, Jeroen zit bij het raam. Tieneke kijkt hem aan en ze zegt, het wordt hier wel een beetje koud. Als je deze uitspraak van Tieneke letterlijk neemt, dan is het gewoon een mededeling over een ontwikkeling van de temperatuur in de kamer. Ik denk dat die Jeroen die daarbij zit, uitspraak niet als zodanig interpreteert. Die zal die uitspraak waarschijnlijk anders interpreteren, namelijk als een verzoek om het raam dicht te doen. Hij leest eigenlijk dat verzoek van Tieneke tussen de regels door. Nou, als we nou even terugstappen naar ons onderwerpje waar we mee begonnen zijn, de beleefdheid, dan past Tieneke een beleefdheidsstrategie toe. Ze wil dat die Jeroen iets voor haar doet, namelijk dat raam dicht doen. Maar doordat ze dat zo indirect formuleert met een implicatuur, geeft Jeroen eigenlijk het idee dat hij zelf op het idee komt om dat raam dicht te doen. Dat hij op het idee komt om Tieneke een plezier te doen met een gesloten raam. En in wezen past ze dan 2 beleefdheidsstrategieën toe. Heel duidelijk zie je hier in de negatieve beleefdheid. Zij laat die Jeroen alle ruimte om zelf te bepalen dat hij het raam dicht gaat doen. En er zit ook nog een klein beetje een positieve beleefdheidsstrategie in. Want doordat ze het zo doet, kan die Jeroen het idee krijgen door die communicatie dat hij eigenlijk een heel goed mens is. Dat hij een persoon is die op het idee komt om voor koulijdende medemensen ramen dicht te doen. Dus zo kun je implicaturen ook heel goed gebruiken om beleefd te zijn. Ze hebben natuurlijk wel het risico dat de hoorder de implicatuur moet oppakken. Gebeurt dat niet, ja, dan mislukt je beleefdheidsstrategie en dan krijg je niet voor elkaar wat je graag voor elkaar wil krijgen. Als Jeroen hier de bedoeling niet oppakt, dan blijft het raam open en dan blijft Tieneke kou lijden. Dan B. Peter ziet op een feestje een knap meisje dat zichzelf een drankje inschenkt. Hij gaat naast haar staan en zegt, kom je hier uit de buurt? Nou, dit is natuurlijk een standaard versiersituatie. Die Peter die wil uiteraard contact leggen met dat meisje, wil met haar in gesprek komen. Misschien in de hoop op een rendezvous. In elk geval wat je merkt is dat hij aan de ene kant, positieve beleefdheid, het meisje het idee geeft dat ze de moeite waard is. Hij knoopt een gesprekje met haar aan. Aan de andere kant, stel dat hij inderdaad uit is op zo'n vrijage à deux, dan zou hij dat heel direct kunnen zeggen, maar dan zou dat meisje zich misschien wel overdonderd voelen. Als hij zou zeggen, zelfs dan is hij nog enigszins indirect, ga je met me mee naar huis, dan kan dat heel bedreigend overkomen. Dat voorkomt hij natuurlijk met dit indirecte praatje, terwijl dat meisje natuurlijk waarschijnlijk ook wel in de gaten heeft dat hij toestuurt op iets anders. Dan C. Trudy staat met een ongelukkig gezicht voor de spiegel in een jurkje dat ze vorig jaar heeft gekocht. Haar vriend Bart komt binnen. Trudy vraagt hem, lijkt mijn kont heel erg dik in deze jurk? Nou, dit is best een risicovolle vraag. Op het moment dat Bart de implicatuur niet herkent en gewoon antwoord geeft, dan heeft hij misschien of ruzie of een huilende vriendin voor de spiegel. Vermoedelijk is de implicatuur hier, ik wil dat jij mij een complimentje geeft. Nou, waarom zegt ze dat niet direct? Dat heeft natuurlijk verschillende redenen. Eén kan betrokken zijn op de hoorder, op die Bart. Als zij tegen hem zegt, ik wil dat je me een complimentje geeft, dan kan hij negatief gezichtsverlies leiden. Dan kan hij het gevoel krijgen dat hij onder druk wordt gezet om iets te doen. Maar door dat te doen, leidt zij zelf natuurlijk ook gezichtsverlies. Op het moment dat jij bedelt om complimentjes, dan kom je over als heel erg behoeftig, als onzeker. En dat gezichtsverlies probeert ze natuurlijk ook zichzelf te besparen. Ook daarvoor
kun je soms implicaturen gebruiken. Dan de laatste casus. Nienke vraagt aan Arnoud: heb je zin om vanavond naar de film te gaan? En Arnoud antwoordt met: mijn schapen moeten deze week lammeren. Nou, als je die dialoog heel letterlijk leest, dan is die eigenlijk heel onzinnig. Het antwoord lijkt niet aan te sluiten bij de vraag. Op een vraag als: heb je zin om vanavond naar de film te gaan? Verwacht je iets als ja of nee, eventueel wat omslachtig geformuleerd. En dan krijg je een verhaal over schapen die moeten lammeren. Je kunt dit dialoogje op verschillende manieren interpreteren. Als ik het aan studenten voorleg of zelf lees, dan is meestal de implicatuur die erin wordt gelezen dat Arnoud nee bedoelt. Of hij bedoelt: ik heb wel zin, maar geen tijd. Hoe dan ook, het is een manier om aan Nienke duidelijk te maken dat hij niet meegaat naar de film, maar dat hij haar wel waardeert als mens. Als hij zou zeggen: nee, ik heb geen zin, dan krijgt die Nienke misschien het idee dat hij Arnoud haar niet aardig vindt, of dat hij het niet leuk vindt om met haar naar de film toe te gaan. En die indruk wordt haar nu bespaard door zo'n, in dit geval, heel erg indirecte formulering. Nou, dan komen wij meteen bij vraag 5a. Hoe kun je implicaturen gebruiken om beleefd te zijn? Nou, daar hebben we dus net een heleboel voorbeelden van gezien. Al die gevalletjes bij 4 zijn in wezen implicaturen die worden gebruikt om beleefd te zijn, positief of negatief. En 5b, bij welke vorm van beleefdheid, positief of negatief, past het gebruik van implicaturen het best? Ook daar kun je verschillende antwoorden op geven. We hebben bij 4 verschillende voorbeelden gezien van beide. Bij 4a zie je bijvoorbeeld een voorbeeld van, van een implicatuur die wordt gebruikt om negatieve beleefdheid uit te drukken. En dus om een verzoek heel erg ingekapseld over te brengen, zodat personen zich niet gecommandeerd, niet onvrij voelen. En bij 4d zie je een voorbeeld van positieve beleefdheid die via een implicatuur wordt uitgedrukt. Nou, ik vermoed, maar dat is mijn idee, dat het over het algemeen makkelijker is om negatieve beleefdheidsstrategieën via implicaturen uit te drukken. Omdat juist een heel direct commando, een heel direct bevel voor dat negatieve gezichtsverlies kan leiden. En mensen hebben daardoor vaak de indruk dat ze dat moeten voorkomen door hun bevelen of hun verzoeken zo indirect mogelijk te doen. En dat kan ertoe leiden dat ze implicaturen gaan gebruiken. Positieve beleefdheid kun je ook op een heleboel andere manieren doen. Dat kan zeker met een implicatuur, dat hebben we gezien. Maar dat kan ook heel makkelijk met complimentjes, woorden zoals u en meneer en mevrouw, etc. Dan 6. Hoe kun je een leerling via een implicatuur vragen om zijn petje af te zetten? Een relevante vraag, denk ik, voor iedereen die in het onderwijs werkt. En in elk geval de relatie met zijn leerlingen zo goed wil houden dat ze niet het idee krijgen dat ze worden gecommandeerd. Daar zijn allerlei manieren voor. Probeer er eens een paar te bedenken. Ik geef je een paar suggesties. Je zou kunnen zeggen: hey Antje, we kennen de schoolregels, hè? Zou kunnen. Kan ook enigszins sarcastisch. Hey Jantje, je hebt zeker een warm hoofd, hè? Dit kun je allemaal nog met een knipoog doen. Dat is het voordeel. Ook als je wat sarcasme inlegt, dan kun je de situatie nog zo houden dat die leerling erom grinnikt. Je hoeft niet in die commanderende rol te gaan zitten, waardoor dat negatieve gezichtsverlies in elk geval wordt voorkomen. En als die leerling een beetje gespitst is op wat sarcastische humor, dan kan die misschien een grapje terugmaken. Ook dan leg je contact en dan schep je een band door gemeenschappelijke humor. En dat draagt ook weer bij aan positieve beleefdheid. Die leerling voelt zich gewaardeerd. Dan komen wij bij een heel belangrijk onderdeeltje van de pragmatiek, namelijk het zogenaamde samenwerkingsbeginsel of coöperatieprincipe, het cooperation principle van Paul Grice. Nou, heel simpel gezegd komt dat erop neer dat wij er altijd van uitgaan dat andere mensen iets zinvols zeggen. Hoe zien we dat samenwerkingsbeginsel nu terug
in de zinnen bij 4. Nou, laten we weer eens even gaan kijken naar 4a. Tineke die zegt, het wordt hier wel een beetje koud, als manier om aan Jeroen te verzoeken om het raam dicht te doen. Die Jeroen die hoort natuurlijk heel letterlijk een mededeling over een temperatuursverandering in de kamer. Nou, over het algemeen zijn dat soort mededelingen voor hoorders niet heel erg interessant. Zoals we ook niet tegen mensen willekeurig zeggen van de muur is wit of de vloerbedekking is stoffig of er staan 3 struiken voor het raam. Dat soort mededelingen doen we alleen maar als we daar iets mee willen. Er zit eigenlijk altijd een implicatuur achter. Dus op het moment dat een spreker, in dit geval Jeroen, dat hoort, dan gaat hij zoeken naar het zinvolle van die mededeling. En als dat niet zit in de letterlijke uiting, dan gaat hij zoeken naar een implicatuur, naar iets wat hij tussen de regels door moet lezen, wat niet letterlijk wordt gezegd. En dan zullen de meeste Jeroenen al heel snel tot de conclusie komen dat die spreekster eigenlijk verzoekt om het raam dicht te doen. Dan B, de disco, waar de jongen aan het meisje vraagt, kom je hier uit de buurt? Nou, dit is natuurlijk een afgesleten frase die we allemaal herkennen. Het meisje verwacht niet dat iemand geïnteresseerd is in of zij uit de buurt komt of niet. Hè. Zij herkent zo'n zin natuurlijk als een contactpoging, hè, waarschijnlijk van een jongeman op de versiertoer. Dan C, Trudy die voor de spiegel staat en aan haar vriend Bart vraagt, lijkt mijn kont heel erg dik in deze jurk. Daarin herkent Bart, waarschijnlijk, hopelijk, die uitspraak niet als een nogal onlogische, irrelevant verzoek om informatie over de omvang van de kont van Trudy, maar als een verzoekje om haar een compliment te geven. En dan dat enigszins cryptische antwoord van Arnoud bij D, hè, mijn schapen moeten deze week lammeren. Dat lijkt een volkomen onlogisch, irrelevant antwoord op de vraag. Maar dankzij dat samenwerkingsbeginsel gaat die Nienke nadenken over het zinvolle van die mededeling. En als het goed is, dan herkent zij daarin via een implicatuur toch het zinvolle, namelijk dat het een mededeling is dat die Arnoud in elk geval niet meegaat naar die film, hè, of die dat nou wil of niet, hè, dat blijft in het midden, hè, maar in elk geval, hij gaat niet mee en drukt dat heel indirect uit. Dan vraag 8. Waar staat de derde boom voor? Nou, er zijn vast mensen die nu hebben zitten zoeken naar een zinvolle interpretatie van die vraag, die werkelijk compleet onzinnig is. Volledig irrelevant in de context van deze video. En dat is gewoon als illustratie van dat samenwerkingsbeginsel. Wij gaan er altijd vanuit dat onze gesprekspartner ons iets zinvols wil mededelen of iets zinvols wil vragen, dat hij geen onzin verkondigt. Nu heb ik dat met opzet wel even gedaan en dat kan ons brein eigenlijk niet aan. Wij gaan zoeken, zoeken, zoeken en pas als wij in ons hoofd alle eventueel zinvolle interpretaties zijn nagegaan en er geen kunnen ontdekken, krijgen we in de gaten van hey, ik word hier voor de gek gehouden. Dit is echt onzinnig. Dan komen we op interculturele communicatie. Bij 9. Als je een Engelsman een idee voorlegt en hij vindt het waardeloos, is het niet gek als hij het een interesting idea noemt. Wat zegt dat over het Engelse gebruik van beleefdheid? Nou, je zit natuurlijk een heel cultuur-eigen implicatuur in. En dit is er een die voor Nederlandstaligen niet altijd makkelijk te herkennen is. Eigenlijk vindt hij het waardeloos. En dat zegt hij niet. Hij zegt eigenlijk zelfs precies het tegenovergestelde. Namelijk dat het idee interessant is. Wat probeert hij hiermee te doen? Nou, in elk geval, het is geen negatieve beleefdheidsstrategie die hij toepast. Hij probeert niet te voorkomen dat je je onder druk gezet voelt. Wat hij wel doet,
is het gebruiken van een positieve beleefdheidsstrategie. Hij probeert te voorkomen dat je je niet gewaardeerd voelt, namelijk door je idee niet direct af te branden. Maar dat doet hij op een voor Engelse conventionele manier, een ingeburgerde manier, maar die iedereen in zijn eigen land herkent als beleefdheidsstrategie, zodat het wel duidelijk is dat hij dat idee eigenlijk niet goed vindt. Dus het is heel duidelijk een positieve beleefdheidsstrategie die wij hier niet op deze manier kennen. En je kunt je voorstellen dat die soms leidt tot wat culturele spanningen of zelfs onbegrip. Want wij begrijpen die Engelsman niet altijd als hij dit soort dingen zegt. We hebben het idee dat hij ons idee waardeert en vervolgens blijkt dat niet waar te zijn. Aan de andere kant kan die Engelsman heel erg struikelen over ons toch wat directere manier van communiceren in zulke gevallen. Wij nemen minder een blad voor de mond, we zijn wat directer in het uiten van negatief commentaar. En dat kan heel erg hard en bot overkomen als je dat niet gewend bent. Een reden voor beide partijen om zich een beetje te verdiepen in beleidsstrategieën in die verschillende taalgebieden. Nou, niet alleen op landelijk niveau kun je verschillen tegenkomen in beleefdheidsstrategieën, maar ook in hele kleine gemeenschappen kunnen dat soort verschillen bestaan. En dan is de vraag bij 9b, merk je zelf dat mensen in die omgeving verschillen in het vermijden van gezichtsverlies? Nou, daar kun je uiteraard alleen zelf een antwoord op geven. Ik kan je een beetje helpen als je denkt aan positief gezichtsverlies. Zijn er mensen die je kent die voortdurend complimentjes maken, die strategie dus heel sterk toepassen? Of zijn er mensen waar je denkt, nou, die komt dat zo onaardig, zo onvriendelijk, zo bot, zo lomp over? Dat zijn mensen die dan minder gebruik maken van die beleefdheidsstrategie dan jij dat doet. Ook in de keuze voor allerlei beleefdheidsfrasen als meneer, mevrouw, het gebruik van het voornaamwoord u, kunnen erop wijzen dat mensen die positieve beleefdheidsstrategieën belangrijk vinden. En de een hecht daar meer waarde aan dan de ander. Dan negatieve beleefdheidsstrategieën. Misschien ken je mensen die hun verzoeken zo indirect inkleden dat je ze niet altijd als verzoek herkent. Die passen dan misschien een veel sterkere negatieve beleefdheidsstrategie toe dan jij. Aan de andere kant heb je misschien mensen die het idee hebt dat ze je altijd commanderen als ze iets van je willen. En die mensen maken misschien juist minder gebruik van negatieve beleefdheidsstrategieën dan dat jij dat doet. Nou, ga maar eens met mensen zo in je omgeving, langs in je hoofd, en kijk eens of je dat soort patronen kunt herkennen. Dan gaan we dat samenwerkingsbeginsel van Paul Grice eens even opsplitsen. Hij heeft dat namelijk opgesplitst in een aantal aannamen die wij doen. Maximen worden die ook wel genoemd. En dat zijn de volgende. Als eerste de aanname of maxime van relevantie. We gaan ervan uit dat, dat wordt gezegd, altijd relevant is voor ons als hoorder. De aanname van kwantiteit. We geven niet met opzet te veel of te weinig informatie voor de hoorder. De aanname van kwaliteit, wat we zeggen is waar, althans daar gaan we vanuit. En de aanname van wijze, we gaan ervan uit dat de spreker niet met opzet een ongepaste stijl gebruikt. En elke keer als we het idee krijgen op het eerste gehoor dat zo'n aanname wordt geschonden, dat mensen iets irrelevants zeggen of te veel of te weinig zeggen of iets zeggen wat onwaar is of een vreemde stijl gebruiken, dan gaan we ervan uit dat ze daar iets mee willen zeggen, dat wij moeten gaan zoeken naar een alternatieve interpretatie van wat er is gezegd, een implicatuur, waardoor dat gezegde voor ons toch weer zinvol wordt. Nou, bij A zien we weer een voorbeeld dat heel sterk lijkt op wat we net hadden, van die schapen die moesten lammeren. Jonge dame die vraagt aan een jongeman of hij meegaat naar de schouwburg en het antwoord is dat die schapen moeten lammeren. Welke van die vier aannamen lijkt er nu te worden geschonden van dat samenwerkingsbeginsel?
Is dat de aanname van relevantie, van kwantiteit, van kwaliteit of van wijze? Dat is hier ook heel duidelijk een schending van de aanname van relevantie. Het antwoord lijkt op geen enkele manier aan te sluiten bij de vraag als je het letterlijk leest. En dan krijg je natuurlijk weer dat zoeken naar die implicatuur, waarna er uiteindelijk toch een relevante interpretatie plaatsvindt. Dan B. Dan heb je de situatie waarin blijkbaar een jochie iets heeft uitgespookt, daardoor een agent op wordt aangesproken. Die agent die wil wat gegevens noteren en vraagt: hoe heet jij, jongeman? En die jongen antwoordt met: ik zou het niet weten, meneer. Welke van die vier aannamen wordt hier nou geschonden? Dat is hier natuurlijk heel duidelijk de aanname van kwaliteit. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat die jongeman zijn eigen naam niet weet. Dat weet die agent natuurlijk ook, dus die gaat zoeken naar een zinvolle interpretatie. En een van de zinvolle interpretaties hier is dat die jongeman probeert om onbeleefd te zijn, om het gezag van die agent te loochenen, om duidelijk te maken dat hij geen zin heeft om antwoord te geven. He, dat het gewoon een jongeman is die zichzelf heel duidelijk probeert te profileren als een onbeschoft rockjochie. Dan C. Een leraar die zegt tegen een leerling: waarde jonge dame, u weet dat afkijken strijdig is met de schoolregels. Welke aanname wordt hier nou geschonden? Nou, in principe zijn er verschillende antwoorden mogelijk. Het antwoord dat het meest wordt gegeven als ik deze casus aan studenten voorleg, is dat we hier te maken hebben met een schijnbare schending van de aanname van stijl. De leraar gebruikt hier een heel formeel, zelfs schriftelijk register tegen een leerlinge dat helemaal niet past bij de situatie of bij haar leeftijdsgroep. Uiteraard herkent die leerlingen die vreemde stijl ook. En vermoedelijk krijgt ze het idee dat die leraar met zijn uitspraak haar aan de ene kant berispt, aan de andere kant probeert met wat sarcastische humor toch de relatie nog enigszins goed te houden. Hij had ook kunnen zeggen: Marietje, afkijken is verboden, eruit. Maar daar kiest hij niet voor. En blijkbaar laat hij toch nog iets van die relatie meespelen. En mogelijk geeft hij de leerlingen zelfs de ruimte om met een grapje toch met excuses nog in het lokaal te mogen blijven. Dan casus D. Die lijkt er heel erg op dat geval dat we net hadden met het raam. En zeker Emma zegt: het wordt hier een beetje fris. En dan hebben we Denise en die gaat staan en draait de verwarming wat hoger. Ook deze kun je op verschillende manieren interpreteren. Je zou kunnen zeggen: hier wordt de aanname van relevantie schijnbaar geschonden. Zo'n opmerking over de temperatuur is niet bijzonder relevant voor de gesprekspartner. Dus die gaat zoeken naar een implicatuur en die herkent die uitspraak als een verzoek om de verwarring wat omhoog te draaien. En wat ik ook wel eens antwoord hoor van studenten, en daar is ook wat voor te zeggen, is dat de aanname van kwantiteit hier wordt geschonden. Die Emma bedoelt eigenlijk: het wordt hier een beetje fris, maar ik kan zelf niet zo goed bij de knop van de kachel, dus zou jij hem misschien even omhoog willen draaien? Ook dat is een mogelijkheid, ook dat is een zinvolle interpretatie. Hoe dan ook, er wordt een aanname binnen dat samenwerkingsbeginsel geschonden op het eerste gezicht. Je gaat zoeken naar een zinvolle interpretatie, zodat uiteindelijk toch wordt voldaan aan de verwachtingen van dat samenwerkingsbeginsel. Dan maken we nog heel snel een klein uitstapje naar een verwant onderdeeltje van de pragmatiek, namelijk beurtwisseling. Bij vraag 11 staat: in een goed verlopend gesprek komen alle deelnemers aan het woord. Wat zijn manieren van beurtwisseling die in Nederland als normaal gelden? Nou, wat wil dat zeggen? Beurtwisseling, dat is, als je letterlijk neemt, het wisselen tussen beurten van gesprekspartners. Het is wat ongewoon dat er in elk geval gedurende langere tijd twee mensen in een gesprek tegelijk aan het woord zijn. Wij proberen een gesprek zo in te delen dat dan de ene wat zegt en dan de ander. Nou, dat wisselen tussen beurten van die twee of drie personen of meer, dat kan op verschillende manieren plaatsvinden. Twee voor de hand liggende zijn: A, dat de spreker zijn beurt doorgeeft. En B, dat iemand de beurt overneemt. Nou, wat zijn nou manieren om dat te doen? Daar kun je een heleboel antwoorden op geven.
En denk eens aan mensen die je kent om je heen. Wat zijn manieren waarop mensen de beurt kunnen overdragen? Nou, ik geef nu dus een illustratie. Ik kijk wat vragend, ik hou zelfs mijn handen. Ik geef met mijn handen symbolisch de beurt aan jou. Dat is een manier. Denk eens na, heb je nog meer van dat soort manieren? En aan de andere kant heb je manieren om de beurt te nemen. Ja, natuurlijk heb je die! Je kunt gewoon beginnen met praten. Vingertje opsteken in het klaslokaal. Wat hebben we nog meer voor manieren om de beurt te nemen? Denk daar eens over na. Kijk eventueel eens naar gesprekken van anderen in praatprogramma's, thuis aan de keukentafel, eventueel in een café. Hoe mensen dat doen? Hoe wisselen ze van beurt? En je kunt ook wat leren over de relatie tussen mensen door te kijken of de beurt meestal wordt gegeven of meestal wordt genomen. En dan de laatste vraag. Soms vormen twee beurten in een gesprek een zogenaamd aangrenzend paar. Een vraag lokt bijvoorbeeld een antwoord uit, een begroeting, een wedergroet. Ken je meer van die aangrenzende paren die in Nederland normaal zijn? Nou, je kunt er ongetwijfeld een heleboel bedenken. Denk eens wat er voor aangrenzende paren zijn op het moment dat mensen met elkaar bellen. Op het moment dat iemand de deur open doet voor iemand die heeft aangebeld. Bij het beginnen of afsluiten van een gesprek in een winkel of in een privé situatie of bij de bushalte. En mocht je vaak in het buitenland komen, ga dan eens vergelijken. Doen we dat in Nederland nou op dezelfde manier als in andere landen, in andere culturen? Misschien herken je zelfs binnen Nederland regionale verschillen of verschillen tussen je eigen gezin en dat van anderen. Ten slotte, als afsluiting van dit college, twee tips. Wil je meer weten over indirect taalgebruik als beleefdheidsstrategie? Kijk dan eens naar het college van José Bruining dat op YouTube staat met als titel Waarom zezen wij vaak net wat wij bedoelen? Een Friestalig college waarin de aanname van Grice nog verder worden uitgediept. En wil je graag een link leggen tussen twee onderdelen van de taalkunde, namelijk de semantiek en de pragmatiek? Kijk dan eens naar het college van mij, dat ook op YouTube staat met als titel Hoe vinden we het juiste woord om te zeggen wat we bedoelen? Van allebei zie je links in beeld en ze staan ook onder de YouTube-video. Tot de volgende keer!